Westlandse zeesportvissers Leendert Valster en Bob van der Enden werden zondag aangenaam verrast door een zeer bijzondere visvangst. Op de pier van de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland hebben zij een gevlekte gladde haai van ruim een meter gevangen. Leendert en Bob zijn geen onbekenden op de Hoekse pier. We proberen toch al twee keer per maand te vissen, maar op het moment dat we wat vangen, wat moois, wat groots, een gul of een zeebaars, dan... is het gewoon de vrije tijd die we opofferen en daar gaan we ervoor. Dus het is ook wel afhankelijk van wat we vangen. Ja, wij vangen veel platvis, meestal wel 15 platvis of zo. En je wijting in de herfst en in de winter. Deze keer dus geen platvis, maar een haai. In eerste instantie zat de vislijn vast, maar Bob twijfelde geen moment om het water in te gaan om de lijn los te maken. Het was Leendert die toch wel een flinke beet had gezien op zijn hengel, dus die begon te draaien. Hij had een flink doorgebogen hengel, dus ik dacht bij mezelf, hij heeft of een grote vis of hij heeft een vuilniszak. Ja, Bob bleef ook harde tikken voelen. Ik twijfelde geen moment, ik ging wel als een idioot uitkleden. Hoi! Je pak hem even, man. Dit is ziek! Ik zei het nog, misschien is het een haai. We hebben helaas niks voor in de pan, maar we gaan eigenlijk altijd hierheen om te vissen, om die grote vis te vangen, waar het hele gezin van kan eten. Dus dan moet je denken aan een zeebaars of een kabeljauw. Dus daar ga je voor. Leendert en Bob hebben de haai na het maken van de nodige foto's voor het familiealbum weer teruggezet in de waterweg.